de tennisclub Vijverhof in Damme gaat de nieuwe Rising Stars Tennis Tour van start. Deze serie van 8 toernooien doet voor de 3e keer Damme aan. De Tour dat verwijst in feite naar al de toernooien van de Rising Stars, die dus langs de kustlijn heen van de maand juni in feite al met Damme startend en met Middelkerke eindigend in september. Dus al die toernooien, dus de 8 toernooien omvattend. De bedoeling van deze $10.000 toernooi is om jong opkomend talent de nodige ATP-punten te laten pakken en te laten proeven van het professioneel tenniscircuit. Als we nu kijken naar de Belgische spelers, ja, die kunnen thuis slapen, wat voor heel wat spelers heel belangrijk is. Het klinkt misschien raar, maar in een eigen bed slapen is dus gigantisch belangrijk. En dan voor de buitenlandse spelers, ja, België is niet lang. Onze kustlijn is 65 kilometer breed. Dus met andere woorden, je pakt één hotel voor Hans de Zomer en je kan dus vandaar je basis maken voor naar de toernooi. Dus voor onze buitenlandse spelers, ze pakken één vliegtuig in begin juli en ze keren terug eind augustus. Deutschland über alles, want de finale in Damme wordt gespeeld door de Duitser Oscar Otte en zijn landgenoot Tom Schönenberg. In de eerste set gaat het lang gelijk op, maar bij een 5-5 stand gaat Otte door de opslag van Schönenberg. De bal van Schönenberg wordt uitgegeven, maar daar is de 24-jarige Duitser het absoluut niet mee eens. Otte weet zijn opslagspel te behouden en wint de eerste set met 7-5. In de tweede set gaat het iets vlotter voor Otte. Bij een 2-2 stand gaat hij alweer door de opslag van Schönenberg. Het nummer 913 op de ATP-ranking komt daardoor al gauw op een 4-2 voorsprong. Schönenberg, het nummer 833 op de ATP-ranking, probeert nog terug te komen, maar na een boeiende finale wint Otte de tweede set met 6-3. Voor de 21-jarige Duitser is dit zijn tweede toernooizege van het seizoen. I actually had no big expectations because I played last Sunday final, I won and my back was hurting a lot and I was tired, so I had no expectations and. But then I felt quite good on the court again. I was loose. I wasn't thinking about hitting. I just hit and yeah, now I won again. So it was a good week for me. Het eerste RSTT-toernooi in Damme kent een mooie winnaar. Afspraak over 2 weken voor het volgende toernooi in De Haan. Veel meer tennisnieuws op de We Are Tennis Facebookpagina.